Gisteren werd bekend dat na bijna 30 jaar Maria van der Zanden is gevonden. En inmiddels wordt ook steeds meer duidelijk over hoe ze vermoedelijk in Duitsland om het leven is gekomen. Het houdt niet op deze week. Gisteren waren de koning en de koningin op bezoek in Gelderland en vandaag was Maxima er weer. En wie in Doesburg afval naast de container dumpt, die loopt grote kans opgespoord te worden na snuffelwerk in de vuilniszak. Dan kunnen we de kosten voor het wegruimen van het afval verhalen op degene die het gedumpt heeft. Goedenavond. Een dag nadat bekend werd dat de vermissingszaak van Maria van der Zanden uit Putten is opgelost, wordt er ook meer duidelijk over hoe ze vermoedelijk om het leven is gekomen. In 1994 werd ze, na gisteren bleek, zo'n 3 weken na haar verdwijning dood aangetroffen in een meer in Duitsland. En alles lijkt erop dat het destijds om zelfdoding ging. We staan hier op de Möhnetal Sperrmauer en hier had damals hinter mir een Spaziergänger Frauenleiche im Wasser treibend gefunden. En heute wissen wir, dass es die Leiche von Maria war. In een stuwmeer in Duitsland wordt op 28 augustus 1994 het lichaam van een vrouw aangetroffen. Also am 29. August 1994 haben wir im Soester Anzeiger darüber berichtet, dass eine Leiche im Möhnesee gefunden wurde und diese Leiche einen Stein im Rucksack hatte. Dat het gaat om de vermiste Maria van der Zanden uit Putten weten de Duitsers niet. En in de weiteren dagen dat de identiteit dieser vrouw niet vastgesteld werden konnte. De Duitse politie gaat al snel uit van zelfdoding. Ansonsten wurde aan ihr bij de obduktion keine weiteren Verletzungen festgesteld, zodat die Polizei davon ausgegangen ist, dass sie sich selber mit dem Stein im Rucksack das Leben genommen hat. Destijds werd Maria begraven in een anoniem graf. En waar is dat anonieme graf in Möhnesee? Die Gemeinde Möhnesee weiß es, möchte es aber im Moment nicht sagen, um einen großen Medienauflauf dort zu verhindern, um dem Vater, um der Familie die Möglichkeit geben, zunächst einmal in Ruhe an der Stelle Abschied nehmen zu können von Maria, wo sie beigesetzt wurde. Hoewel sie dus nu is teruggevonden, blijft er veel onduidelijk. Hoe kwam Maria vanuit Putten terecht bij het stuwmeer in Duitsland? En waarom? Wo ist das Fahrrad? Was ist damit passiert? Ist es wirklich bis nach Deutschland gekommen? Viele, viele Fragen. Meer over de zaak Maria van der Zanden vindt u op onze site en in de app in ons themablok. Koningin Maxima heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan een van de meest toonaangevende technologiebedrijven van ons land. Chipfabrikant NXP in Nijmegen. Een belangrijke speler in de wereldwijde chipsector. Maxima is erevoorzitter van de stichting en kwam langs om een kijkje in de keuken te krijgen. De koningin werd, zoals dat gaat, met alle egards ontvangen en kon vervolgens direct enkele demonstraties bijwonen. De koningin is hier. Dat is een enorme motivatie voor mensen om te laten zien en ook wat zij allemaal doen en waar ze mee bezig zijn. Zo werd onder meer de evolutie van de autochip getoond. Het bedrijf ontwikkelt ook radarsystemen om auto's in de toekomst zelf te laten rijden. Ik heb net uitgelegd hoe onze radarsystemen werken, afstand en snelheidsmetingen. En hoe belangrijk dat wordt voor automated driving in de toekomst. Hij heeft wel een aantal vragen gesteld, ik denk dat ze wel begrepen heeft. En ze was zeer goed voorbereid, denk ik. Maxima laat zich daarnaast bijpraten door studententeams van de Technische Universiteit die zich met zonne-energie bezighouden. De koningin heeft gekeken naar de Solar Camper. En de Solar Camper is de eerste camper op zonne-energie. En daarmee willen we eigenlijk laten zien op een nieuwe manier wat er mogelijk is met zonne-energie. Zag het er aantrekkelijk uit voor haar? Zou ze zoiets wel willen hebben? Ze zag het zeker wel zitten. Ze vond het heel interessant dat het heel ruim was. Dat je gewoon in kon staan en welke mogelijkheden het allemaal wel niet had, ook op een compacte manier. Dit is werkelijk fantastisch. Dit is zo ongelooflijk mooi om mee te maken. Gewoon, het weer is prachtig. We hebben alle innovaties laten zien die we in huis hebben. We hebben de trots laten zien van 70 jaar NXP. Prachtig. Ja, gisteravond was er ook al koninklijk bezoek in Nijmegen. Daar bezocht koning Willem-Alexander Fort Lent, waar het 225-jarig bestaan van Rijkswaterstaat gevierd werd. Tijdens de viering van het 225-jarig bestaan van Rijkswaterstaat werd stilgestaan bij het verleden, het heden en de toekomst. Om te laten zien wat het werk van Rijkswaterstaat inhoudt, is een game ontwikkeld die door de koning in gebruik genomen werd.
Applaus, het is gelukt. Koning Willem-Alexander bezocht ook een expositie over de rijke geschiedenis van Rijkswaterstaat. Gelderland speelde een belangrijke rol in weg- en waterbeheer. Eigenlijk was wat er in Gelderland allemaal mis was met die overstromingen de grote drijfveer om Rijkswaterstaat op te richten. De toe- en afvoer van het rivierwater is met de klimaatveranderingen van groot belang. Met de Stiel bij Driel als een van de belangrijke beheerpunten. De kraan van Driel zorgt ervoor dat het IJsselmeer altijd gevuld blijft. En vandaar dat hij zo belangrijk is. Zoals ook te zien op de expositie, waar het bezoek van de koning in goede aarde viel. Ik ben zeker trots, ja. Doesburg gaat gedumpte vuilniszakken openmaken om te achterhalen wie de vervuiler is. Dat moet maar eens afgelopen zijn met alle rotzooi bij de verschillende containerparkjes in de wijken. De vervuiler gaat dan zelf betalen voor de opruimkosten. Echt dramatisch wat mensen er allemaal naast zetten. Echt schandalig, heel asociaal. Vindt niet alleen wethouder van Veldhuizen. Ook inwoners hebben er geen goed woord voor over. Het is niet meer te handhaven, zou ik haar zeggen. Ik vind het vreselijk, want toen ik daar naar de werf reed, toen heb ik eigenlijk gezien hoeveel je gratis in kunt leveren. De mensen doen het niet, het is makkelijk als je het zo weggooit. Hoe erg vindt u dat? Heel erg, want ik moet kijken, dadelijk lopen de ratten en alles hier rond. Hè? Elke dag ruimen gemeentewerkers de rotzooi weer op. Maar de gemeente wil nu dus de rekening neerleggen bij de vervuilers. Dus op het moment dat iemand zijn afval dumpt en wij kunnen achterhalen wie dat afval gedumpt heeft, dan kunnen we de kosten voor het wegruimen van het afval verhalen op degene die het gedumpt heeft. En dat kost de vervuiler dan 75 tot wel 250 euro. Of dat helpt? Ja, weet je, wie het weet, vertel het mij, want wij zitten ook af en toe echt met onze handen in het haar. En ondertussen zijn er ook nog Doesburgers die wel de juiste weg weten. Zo hoort het eindelijk, toch? Straks in deze uitzending, wat zou het goed zijn als we allemaal eens wat vaker de fiets zouden pakken? En speciaal daarom was het vandaag de Nationale Fiets naar je Werkdag. Fijn op het werk te zijn en zoals je ziet, geen file. Adrie Poldervaart is komend seizoen geen hoofdtrainer meer van De Graafschap. Dat heeft de Doetinchemse voetbalclub bevestigd. Poldervaart zit al sinds februari thuis nadat hij werd getroffen door een zeldzame zenuwaandoening. De Graafschap wil binnen 2 weken een nieuwe hoofdtrainer aanstellen. Interimtrainer Richard Roelofsen en clubicoon Jan Vreeman gelden als kandidaten. Maar de Graafschap wil ook nog in gesprek met externe kandidaten. En fans bij Gelredome treuren om het overlijden van Tina Turner. Tijdens haar laatste tournee in 2009 gaf de Queen of Rock 3 uitverkochte concerten in het Arnhemse stadion. Een tegel in de Walk of Fame van Gelredome herinnert aan Tina Turner's optredens. Een fantastische avond. Iedereen was zo geweldig enthousiast. Er is een groot artiest aan ons verloren gegaan. Een incident met een groot keukenmes. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Buurtbewoners in Dieren voelen zich onveilig in hun eigen straat. Kinderen mogen niet meer buiten spelen en hun ouders willen liever gisteren dan vandaag nog verhuizen. Oorzaak? Overlastgevende buren. Joyce ervaart al 4 jaar overlast van haar buren. Ze zoekt hulp, maar loopt overal tegen een muur aan. Ja, ik heb constant 24 uur per dag de deur op slot. Ik kan niet in mijn voortuin zitten, want dat is een risico. Want een buurvrouw heeft met nou echt wel zo'n mes door de straat gelopen. Daar ga ik niet met mijn zoontje zitten. Ik heb een beveiligingscamera heb ik hangen. Ik heb 2 achterpoorten. Als het moet, kan ik weg. Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland zegt bekend te zijn met het mesincident. Maar zegt dat de persoon om wie het gaat verward gedrag vertoont. De oplossing is daarom ook niet in het strafrecht te vinden, maar in goede professionele hulp. Constant meldingen maken. Politie bellen, daarna direct Vivaren mailen. Nou ja, die kunnen dan ook natuurlijk niet veel. Ik ben echt gewoon helemaal op. En er is gewoon niemand die luistert. Ze zeggen alleen maar, doe maar dossier opbouw en we kijken wat we gaan doen. We zullen ze erop aanspreken. En vervolgens gebeurt er niks. Dit is wel degelijk een dreigende situatie. Help mij en mijn kind. Want ik heb en geen woongenot meer en ik ben niet veilig meer.
En woningcorporatie Vivare geeft in een reactie aan op de hoogte te zijn van de situatie, maar niet op individuele gevallen in te willen gaan. In algemene zin, schrijft een woordvoerder, bouwen we bij overlast een dossier op en geven we officiële waarschuwingen. En mocht de situatie niet verbeteren, dan kan uithuisplaatsing via een rechter worden afgedwongen. Het is vandaag de Nationale Fiets naar je Werkdag. Een dag om te stimuleren wat vaker de fiets te pakken en de auto dus te laten staan. Gezond, goed voor de portemonnee en ook goed voor het milieu. Jaap de Geus uit Duiven die doet mee. Hij pakt het wel heel serieus aan. Want Jaap is inmiddels een ervaren fietser. Met zijn speedpedelec legt hij dagelijks zo'n 60 kilometer af. Van Duiven heen en weer naar Ede voor zijn werk. In een behoorlijk tempo, zo'n 35 kilometer per uur. In het begin wilde ik harder. En heb ik mijn hand gebroken dus, en mijn schouder op twee plaatsen. Ja, het is gewoon zonde. Dus ik doe nu wat rustiger aan. En daar is zijn vrouw Diana blij mee. Ik hou wel mijn hart vast. Als die wegrijdt, dan zwaai ik hem hier morgen uit. Maar in de hoop dat alles goed gaat. Het is gezond, het is goed als hij voorzichtig doet. Ik ga gewoon door, het is gezond. En... ik hoef niet in de file te staan. En dat komt goed uit, want Jaap doet mee aan de A12 Fiets Challenge. Van half april tot oktober fietst hij dagelijks naar werk om zo drukte op de weg te voorkomen en geld bij elkaar te fietsen voor het goede doel. Met een mooie route. Langs Wolfhezen, langs Oosterbeek, Ginkeltse Hei, ja, langs het spoor. Het is prachtig, af en toe kom ik een reetje tegen. Dus ja, wat wil je nog meer? Bij slecht weer kiest Jaap in verband met de veiligheid toch voor zijn auto. Maar vandaag is het een mooie dag. En na zo'n uurtje fietsen komt Jaap aan in Ede. Fijn op het werk te zijn en zoals je ziet, geen file. Ja, dit was het Gelders Nieuws. In onze app en op de site vindt u meer. En na het nieuws krijgt u nog het weer. Ik wens u nog een fijne avond. Deze zweefvliegtuigen stonden vanochtend nog aan de grond, waren aan het wachten op de juiste dynamiek, die stijgende luchtbellen, waarmee ze natuurlijk die hoogtemeters kunnen maken. We zien hier ook de stapelwolken aan de lucht, dus die dynamiek was er wel zeker. Af en toe ook wel wat dikkere wolkenvelden, zoals we op deze foto zien, maar over het algemeen genoeg ruimte voor de zon. De komende dagen blijft dat ook nog zo, want we hebben een beetje te maken met een atmosfeer die wat op slot zit, zo zou je dat wel kunnen noemen. Ten westen van ons ligt al behoorlijke tijd een hoge drukgebied, verandert eigenlijk niet of nauwelijks van positie. En wij hebben daardoor met een noordelijke, noordoostelijke wind te maken, die af en toe vanaf de Noordzee wat van die dikkere wolkenvelden aanvoert. Regen is ver bij onze landsgrenzen vandaan, vooral in het zuidoosten van Europa. Daar komen wel een paar stevige buien voor. Nou, vanavond gaan we ook merken dat het heel rustig weer is, staat niet al te veel wind. Die stapelwolken lossen op en totdat de zon ondergaat kunnen we nog even van die zonnestralen genieten. En dat bij een temperatuur van zo'n 12 tot nog net 15 graden. En vannacht dan zijn al die stapelwolken verdwenen, hebben hooguit met wat hoge bewolking te maken, overwegend helder weer. En daardoor gaat het ook sterk afkoelen. Op de koudste plaatsen, voornamelijk in de Achterhoek en in de IJsselstreek, daar minimumwaarde rond 5 graden en kan boven het water misschien een dun laagje mist ontstaan. Morgenmiddag gaan we heel dicht bij die 20 graden in de buurt komen, maar we gaan hem net niet halen. Maximum temperatuur 18, 19 graden. Vooral in het noorden van Gelderland, het noorden van de Veluwe. Daar de grootste kans op wat wolkenvelden, maar een beetje hetzelfde beeld als vandaag. Met ook wat van die vriendelijke stapelwolken en de wind nog steeds afkomstig uit het noordoosten. Nou, die 20 graden gaan we de dagen daarna wel bovenuit komen. Tijdens het lange Pinksterweekend hebben we gewoon heel erg mooi lenteweer. Droog, veel ruimte voor de zon met ook niet al te veel wind. Dus als je dit samenvattend bekijkt, hebben we gewoon een paar hele mooie lentedagen voor de boeg.